Goedendag, dames en heren, en welkom. Welkom bij Ark Scorched Earth. Ik ben Kletsy, en jullie weten al wat wij vandaag gaan doen. Wij gaan die Wiffen-eitjes uitbroeden. Vorige aflevering hebben wij die supergave Wiffen-melken gebouwd. En we hebben hier natuurlijk nog altijd onze oeberdikke Wiffen-eitjes, die we al een paar afleveringen terug hebben gevangen. Deze Fire, niet zo oeberdik, maar een Fire Wiffen van level 92. Je kan daar nou over klagen. Wie kan daar nou over klagen? Dus, wij gaan hier die eitjes neergooien. En, dames en heren, ik hoop dat jullie... Oh, hebben we daar geen sparkpowder meer in? Hebben we nog ergens sparkpowder in? Sparkpowder? Sparkpowder? Nee. 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 Die wel. Wauw, we missen ook met sparkpowder. Maar goed, het maakt niet zo heel veel uit. Wij gaan het hier eens even een beetje warmer stoken. Even kijken of we die drie eitjes tegelijk ook kunnen broeden. Gaan we dat weer doen? Ja, we gaan weer drie eitjes tegelijk doen, dames en heren. We hebben vast nog wel ergens wat sparkpowder. We hebben vast nog wel ergens een beetje sparkpowder liggen. Of niet. Ik denk dat we het gebruikt hebben om metaal te smelten voor de kanonskogels om de rockcolumns te temmen. Waarvan ik er nog een hele lading wil hebben. Want wauw, die dingen zijn vet. Die dingen zijn echt... Uber gaaf om te hebben. De spark powder. Ook is dit niet helemaal het moment dat ik eigenlijk op zou kunnen nemen of op zou moeten nemen. Maar, wiffens breeden, dat duurt zo ongelooflijk lang, dames en heren, dat ik hier eerder mee moet beginnen als dat ik normaal zou doen. Oké. Okay. Oh, light fire. Ik druk toch op light fire. Game. Waarom heb je een button die het niet goed doet? Light the fire, dankjewel. En als het goed is, wordt het hier nu al heerlijk lekker warm. Ook hebben we hier elektriciteit, dus ik wil ook nog eens een keer testen of het helpt om airconditioners te gebruiken, zoals dat we bij andere eitjes zouden gebruiken. Oké. Okay. Goed in het hoekje. Ons allerdikste ei moet natuurlijk heel erg goed in het hoekje, daar willen wij geen risico meer lopen. Laten we eens heel even checken. Incubating. Too cold. Oké, laten we even wachten. Dit kan haast niet. Game? Is het misschien koud? Überhaupt koud? Het is 40 graden. Wat is het probleem? Oh nee, is het 40% winst. Wind. 25 graden? Waarom maar 25 graden? Wat is er gebeurd? Waarom is het zo koud? Oké, go. Too cold! Nog steeds! Oh my damn! Meer torches misschien? Maar volgens mij zijn deze torches alweer te ver weg. En dan hebben die dus geen invloed op... Geen invloed op het eitje wat wij daar momenteel hebben liggen. En dat is toch echt wel de warmste plek. Oh, incubating! Oeh, nice! Oké. De fire eye. Het fire eye. Too cold. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat bij die ook nog wel geloof ook, want die ligt wel vrij ver weg. In de hoek is het nu natuurlijk het warmste. Laten we eens kijken of we deze 116 lightning wiffer iets dichterbij kunnen gooien. Too cold. Nog steeds. Jij ook. Nog steeds too cold. Oké, nog steeds too cold. Ha. Ik denk dat we gewoon een paar extra standing torches moeten pakken. Hebben we die nog? Hebben we die nog wel? Ja. Nee, ligt daar al beter, maar die zegt nog steeds too cold. En die zegt ook nog steeds too cold. Oké, okay, ik ben wel zat. Laten we fire torches erbij pakken. Dan hebben we die hier nog. Standing. Ook ben ik alweer dorstig. Wauw, nog maar drie. Dat is niet best. Laten we eens kijken, hebben we ook hier nog iets van spark? Nee. Wood. Hier, een beetje wood. Oh, wow. Rustig aan, game. Rustig aan. Is dit alles? Ja, coke torch. Ik zet hier liever geen torches neer. En dat heeft er simpel zat mee te maken dat als de wiffers straks uitkomen, dan kun je er niet fatsoenlijk bij. Dan moet je je torches weer afbreken. En ik ben mijn poolgun niet nodig. Ja, eigenlijk wel. Dan kan ik sparkpowder poelen. Maar ik weet niet of ik überhaupt nog sparkpowder heb. Wauw, waar kan ik hem pas weer plaatsen? Go, ding, go. Laat mij gewoon zo'n torch plaatsen. Wat ligt er in de weg dan? Oké, okay, beter. Stek een boot erin.
Light that fire! Go, go, go! Make it hot in her. Here. Make it hot in here. Oh yeah. Hebben we nog één torch? Gaan we die nog nodig zijn? Jij zou nog moeten incubaten. Hij is incubating. En hij is incubating. Oh yeah! Het is ons gelukt. Laten we nou heel gauw even wat drinken. En laten we die eitjes om en om. Hij is goed in de gaten houden. De laatste keer heb ik gemerkt dat het vrij lang duurt voordat zijn wyvern überhaupt een beetje wil eten. Dus ik ga eerst de wyverns uit laten komen. Nadat ze uit zijn gekomen, vliegen wij gauw naar onze wyvern milking spot toe. Dan gaan wij wyverns melken. En dit is al een uber vette screenshot om mee te beginnen. Oh yeah! Wat heb ik de zin in om die wyverns te breeden. Wat vind ik het jammer dat het zo lang duurt. Maar wat zal het eindresultaat? Ongelooflijk, ongelooflijk. Vet zijn, dames en heren. Wauw. Liep ik dwars door dat ei heen? Oeh, het is een magisch eitje. Oké, nice. Hij is incubating. Wij gaan even wachten totdat ze zin hebben om uit te komen. Volgens mij komen ze niet allemaal helemaal tegelijk uit. Misschien moeten we die heel even oppakken. Dat gaan we even doen. Dat ze ongeveer tegelijk uitkomen. Dat is voor het gemak, dames en heren. En dan gaan we eens heel even wachten. En als ze uitkomen... zijn wij weer terug bij jullie. En daar zijn we weer, dames en heren. Ik ging al bijna dood van de oververhitting. Zo goed probeer ik de eitjes in de gaten te houden. Als het goed is, komt hier zo ons eerste Lightning Wyvern. Oh yeah, daar is die. Imprint, gauw. Imprint. Wow, cancel, geen naam. Follow distance, medium, high, high. Oh, imprint hier op nog één. Oh, cancel, weg met die naam. Oh, wauw. Volgens mij is die Fire Wyvern helemaal rood. Oh, laten we heel gauw deze fakkels een beetje uitproberen te doen. Oh, laten we eens die Wyverns er maar tussenuit halen, anders gaan we toch niet redden. Lowest? Hebben we lowest gehaald? We hebben lowest gehaald. Door die torches zijn de names een beetje wonky, funky, een beetje raar. Holy damn. Hi. Highest, lowest heb ik nou jou weer verzet. Nee, oké, okay, nice. Kom eens hier, kleine schatjes van me. Kom eens bij papa. Nee, Lightning Wyvern, nee. Oh, dit is wat ik bedoel. Damn. Ze zijn niet de smartest of them all. Waarom is mijn lamp eigenlijk uit? Is mijn power up? Nee, de lamp is gewoon uit. Jammer. Ja? Maar je bent het net toch ook tussen gelopen, dan kun je er toch ook weer tussen weg. Ja, oké. Oké, ik doe de touches al uit. Oké, relax. Chillax, ho. Die was al uit. Nou die. Oh, die cam, moet ik erin kruipen? Ja, nice. Die. Nee, die. Oh, wow, dat is al een heel stuk beter. Ik let die torch nog even aan, want het is hier binnen vrij donker en op een of andere reden wil mijn lamp niet aan. En het ziet er naar uit dat wij daar één torch zullen gaan moeten vernietigen. Ah, damn it. Oh my. Standing torch. Die mollies. Go, kom maar. Baby Lightning Wyvern. Kom maar eens even bij de rest, dan gaan we eens even een kijkje nemen. Hoe ongelooflijk gaaf of dat jullie eruit zien. Onze Fire Wyvern is een schitterend mooie, felrode Wyvern. Holy, die is echt wel heel erg mooi. We hebben hier onze 116 Lightning Wyvern. Die is een beetje groen gekleurd met zwart op de vleugels. Ik weet niet helemaal wat voor kleur of dat hij gaat worden. En hier hebben wij... een kopie van Marvatron? Nee, want volgens mij heeft Marvatron meer roze. Het is wel schitterend mooi dat hij zo heel donker zwart is. Daar hou ik wel van. En dan met een paas in de vleugels. Hij is level 144 en heeft al 6000 HP. 1240 stamina en 229% melee damage. Hoe is het met onze level 116? Heeft 3780 HP. Wow, wat is dat een verschrikkelijk verschil. Het zijn maar 32 leveltjes, maar wat een mega verschil. En 194% melee damage. Laten we dan eens heel even spieken bij onze level 92 Fire Wyvern.
Die heeft wel weer 5k HP. Maar 880 stamina. Zijn melee damage is minder. Maar die HP's is uba nice. Wat hebben we dan eigenlijk? Mannekes, vrouwkes, dames. Een female high HP. Male low HP. En dan is dit weer een female. Nee, is weer een male. Oké, dus daar heeft het dan niks mee te maken. Holy, wat hebben wij hier. Zeer, zeer mooie dino's. En jullie weten al wat ik nou zal moeten gaan doen. Ik zal escort moeten lenen van Sander. En dan met escort richting de Wyvern Alley. En dan gaan wij. En dan gaan wij. Oh, ze staan op wandering natuurlijk. Oh, damn. Disable wandering. Ik snap wel waarom de Ark Devs het hebben gedaan. Dat baby dino's automatisch wandelen. Maar holy crud. Ik vergeet het te vaak. Ik vind het maar wat vervelend. Maar wat vervelend. En ik kan nog steeds niet bij die lamp. Dus we gaan gewoon even een nieuwe maken. Er komt een zandstorm aan. Dus daar zal ik op moeten wachten. Voordat ik melk kan farmen. Met een beetje kristal. Kristal hebben we wel. We gaan gewoon een nieuwe lamp opvangen, jongens. Want ik kan niet bij die lamp om hem aan te zetten. Kristal. Oké. Smitty. Dan halen we gewoon 10 uit. Pool. Dan. Doe mij maar een nieuwe omnidirectional lamp. Of is dit multilamp? Hoe heet het deze? Ik heb geen idee. Lamp. Geef licht. Als het goed is. Als het goed is, geeft die licht. Oh, ik denk dat ik het al weet bij die. Die heb ik zeker nog op automatisch aan en uit staan. Oké, doe hem gewoon hier. Daar kan ik denk ik wel bij. Holy. Dat ziet er lelijk uit. Nee. Geef me die lamp. 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 Ah, oh, krut. Holy crud. Geef me gewoon die lamp. Oké. Pick up. Dit ziet er niet uit, dames en heren. Die pakken we weer op. Nou, hij wil niet goed op die pillars plaatsen. Op de muur misschien beter. Op de muur wil hij beter plaatsen. Wauw. Oké. Change settings. Auto on, off, out. Intensity. High. Update. Done. Ga aan. En blijf aan. Oké. Dankjewel. Kijk, dat is beter. Dan kunnen we hier binnen in ieder geval iets zien. Ik ga even de storm afwachten. En daarna even melk farmen. En tegen die tijd dat zij wat imprinting nodig zijn. Zijn wij weer terug bij jullie. Oh yeah. Level 32 poison female down. No props. Geen enkel probleem. Dit was echt super super easy. Wat ben ik blij. Wat ben ik ongelooflijk blij. Met onze nieuwe Wyvern Melker. En ze worden nog steeds gewoon onwijs snel wakker. Gelukkig heb ik wat extra pijlen. Ik had alleen wat preserving salt mee moeten nemen. Maar we gaan deze vrouw doodmaken. Ik ga de poort weer loszetten. Gaan we dat melk gauw terugbrengen. Oh yeah, wat is dit goed te doen en wat ben ik blij. Wat ben ik blij dat wij deze Wyvern Melker gemaakt hebben. Het was veel werk. Het was onwijs veel werk. Veel materialen. Maar het was het meer dan waard. Kill it. Geef mij al die XP. BRB, spits. En daar zijn we alweer. Lightning Wyvern 2, die wil over 30 seconden care. Maar Lightning Wyvern nummer 1, onze level 144, onze zeer mooie, ongelooflijk gave, zwarte Lightning Wyvern. Die wil graag handfed Wyvern melk. Kun je lopen? Oké, ver genoeg, oma. Wow. Rare dingen gaande. Hier hebben wij nog een beetje Wyvern melk. Dus laten we die maar eerst heel even gaan voeren aan hem. Oh yeah. Oh yeah. Hoe vrolijk word jij van een beetje Wyvern melk? Oh, 26% vrolijk. Oh yeah. Dat maakt ons vrolijk. En ik denk dat gewoon weer de standaard HP boost. 229%. Ik dacht dat die ook. Sorry, wel. Mijn geheugen die doet mij vaak niet goed. 3780. Wants to go on a walk with you. Ik hoop niet dat je vast zit, jongen. Ja, doe maar. Loop maar. Is die nou ook echt los of niet? Gaat die net zoals die andere? Oh, yeah. Eigenlijk zou ik ze graag naar buiten willen plaatsen. Want dit is niet zo heel erg licht buiten. Hey, Lightning Wyvern, kom. Kom. Oh, die wandelingen die zijn ook best wel buggy, derpy, raar. Ik weet niet wat daar altijd mee is. Switch to manual. Kom maar, dan gaan we naar buiten. Dan gaan we naar buiten en dan zetten we jullie hier lekker op het platform neer. Kunnen we hier goed in de gaten houden.
Holy crap, dit is nog niet genoeg. Dit is gewoon nog niet genoeg. Oké, kom maar dan. Oh yeah, dat was hem. Oké, super. Kom maar hier. Kom maar hier. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Perfect zo. Blijf daar maar even staan. We gaan eens even kijken of we die andere twee meekrijgen naar boven. Laten we ze maar één voor één doen. Dat is vaak wat makkelijker. Deze die moet nog heel even. Dus daar zullen we nog heel even op moeten wachten. En dan ben ik zo weer terug bij jullie. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Fire Wiffen wants to go on a walk with you. Oké, kun je die draai maken? Kun je? Oh, wauw. Oké, wow. Wow, zo mogen de wandelingen van mij altijd wel gaan. Altijd wel gaan. Ja, ook HP. Heeft 2 HP bij gekregen. Deze, het hadden we al gekeken, die had HP. En deze hier, die heeft ook HP. Toch echt wel 200 HP of zo per hit. 150 tot 200 per imprinting. Dat is natuurlijk op zich wel lekker. Alleen ik zou liever de melee damage. Daar hou ik gewoon echt van, die melee damage. Dat is waar ze voor nodig zijn. Die melee damage, ze beginnen al op 6k HP. 6k HP, dames en heren. Holy damn. Dat is niet verkeerd. Als we dat eens heel even gaan vergelijken met... laten we gewoon Burnham pakken. Burnham was onze beste tot nog toe. Die is opgeleveld. Opgeleveld en heeft maar 3k HP. Weet je, Palmer. Arrows ben jij vast ook niet nodig. De Palmer maakt mij niet zo heel veel uit. Oeh, nice. Spoilt niet. Gaan we narcotics van maken. Laten we ook nog heel even kijken bij Blacklight. Want die was toch echt wel lage level. Die heeft gewoon geen eens die 2k HP gehaald. Holy damn, dames en heren. En Morphatron was natuurlijk Ubalo. En om eerlijk te zijn... Oeps. We hebben Morphatron veel meer gebruikt als Blacklight. Hier hebben we nog wat Silica Pills. Wauw, Morphatron is a beast. Is a beast. Sabrina en zadel. Oh. Wij gaan naar Sabrina 2.0. En ook een Fort 2.0 temmen. Ik weet niet of ik dat op opname doe of gewoon even tussendoor doe. Maar eerst gaan we weer een uurtje moeten wachten totdat wij ze mogen temmen. Oh yeah. Terwijl wij de zandstorm aan het trotseren zijn, wil onze Juvenile Lightning Wiffen graag een klein stukje met ons lopen. Oh yeah. Wauw. Makkelijke wandeling. En zijn HP is nog weer met 200 omhoog gegaan. Zijn melee damage is omhoog naar 205, dus daar is ook gewoon 10% bij gekomen. En zijn movement speed is omhoog naar 105,2%. Dus daar is ook weer wat bij gekomen. Nou zie ik ook dat hij inmiddels zijn melk op heeft gegeten. Hij ook. Dan moeten we nog heel even wachten, want hij wil care in die in 9 minuten en jij dan in 6 minuten. Dus daar zullen we nog heel even op moeten wachten. Ben jij nog een beetje extra melk nodig? Je hebt nog een beetje extra melk nodig. Dat is niet alles wat er gebeurd is, dames en heren. Fort 2.0. Oh yeah, het is gelukt. Ik heb nog een Archie getemd en niet zomaar een Archie. Het is een near perfect tame Archie. Oh ja, super gaaf. Is middels level 210. Movement speed is al omhoog naar 175%. En, oh wauw, dan kan dit wel weer uit. Maar op het dak staat ook een escort 2.0. Hier zijn we andere dingen aan het doen. En in één keer rode letters in het scherm. Escort was dood. Ik heb gewoon geen idee hoe, wat of waarom. Maar er is al een nieuwe escort. En daar heb ik ook al flink wat op geleveld. Dus, de Archies. De Archies zijn weer gezetteld. Er zijn alleen nog een Sabrina. Een Sabrina 2.0 nodig. Hoewel ik niet eens meer weet of escort. Of escort 2.0. Of die een mannetje vrouwtje is. Volgens mij is dat een vrouwtje. Dus we hebben al een koppeltje. Misschien moeten we ze toch maar eens een keertje gaan breeden. Zodat we wat Archies op voorraad hebben. Want wij verliezen Archies bij de fleet. Bij de fleet, zeg ik jullie. Maar who cares. Wij gaan hier bezig. Even drinken. Ah, lekker drinken. Wij gaan hier bezig met onze super gave Wivens. Oh yeah. Ook staan ze hier. Ik heb... geen idee waarom. Ze stonden daar en toen stonden ze in één keer daar bij de wolven. Ik heb echt geen idee waarom. Want Wandering staat niet meer aan. Dus nee. We gaan het zien. We moeten nog heel even de tijd volmaken totdat deze twee ook zorg willen. En ik heb backspace aan, dus we kunnen niet zien hoe lang of dat het nog duurt voordat of dat zij zorg willen. Ik ga nog even weer verder levelen op Escort voordat Sander weer online komt. Daarna ga ik op Fort 2.0 nog weer levelen. Oh yeah!
Onze dikke Lightning Wyvern. Onze dikke Lightning Wyvern. Die wil graag weer een beetje melk. Oh, yeah, yeah, yeah. Oké, hier is hetzelfde gebeurd. Vanuit 229% milidamage naar 242,7%. En de weight is allemaal op rond de 500 netjes. En 105,2% movement speed. Van mij hoeven ze op zich niet heel veel movement speed te krijgen. Dus Morphatron, die is te snel. Die is gewoon te snel om er fatsoenlijk ergens iets mee te doen. Maar over de lange afstand, als je naar de andere kant van de map moet, is die dan weer ideaal. Dames en heren, BRB's tegen die tijd dat onze Fire Wyvern. Onze Fire Wyvern graag het zorgen. Onze Fire Wyvern, die wil graag weer een stukje met ons lopen. En oh, wauw. Super ideaal, ideaal, ideaal. En onze Fire Wyvern begint ook al een beast te worden met zijn bijna 6k HP. Oh yeah. Heeft er ook... hij heeft maar 8% milidamage erbij gekregen. Niet insane, veel om eerlijk te zijn. Wel ook die 5,2% movement speed. Oh yeah! En het fort levelen, kijk dan eens. Level 218 al. Boom! 195% movement speed. Gaat lekker. En jullie zitten dit te kijken en dan is de kerst inmiddels al voorbij. Maar ik neem dit op tweede kerstdag, dames en heren. Dus ik hoop dat jullie gewoon een super, super fijne kerst hebben gehad. Ik hoop dat jullie er goed van hebben genoten. Ik mag graag horen of jullie ervan hebben genoten of niet. Ik heb tot nog toe al een heerlijke kerst gehad. We hebben het nou al 2 keer gevierd en we gaan het vandaag nog een keer vieren. Dus dat is super, super leuk om te doen. We hebben natuurlijk een heel erg leuk etentje gepland vanmiddag. Oh yeah, daar heb ik super, super veel zin in. Alleen qua tijd van de imprinting weet ik niet helemaal zeker of ik jullie alles kan laten zien. Want als ik straks het huis vol heb zitten hier met volk en wij gaan lekker kerstdineren en zo, dan kan ik natuurlijk niet opnemen om jullie te laten zien hoe die imprinting gaat. Maar ik zal mijn best doen jullie zoveel mogelijk te laten zien. En natuurlijk, als ze helemaal volgroeid zijn, dan gaan we eens kijken wat of dat zij kunnen doen. En dan gaan we eens even vergelijken hoe zo'n verschil dat nou maakt tussen die level 116 en die level 144. Qua statistieken gezien heeft die level 116 al geen schijn van kans. En die wolven die doen zoveel damage. En nog even weer een kleine wandeling met onze kleine Lightning Wyvern. Move, just move. Ah, deze heeft geen insta wandeling boost. Kom op, waar blijft mijn 26% imprinting? Nee, ik wil mijn 26% imprinting. Kom op, jongen. Oh yeah, super. We moeten nog weer heel even wachten op de andere twee. Denk ik. One scare in. Ja, die duren allebei nog even. Wauw, ze zijn alweer gegroeid, jongens. We worden ze alweer heerlijk, heerlijk mooi groot. Oh yeah. Super, super gaaf. En BRB. Terwijl kleine krets al een beetje geniet van de kerst. Jullie ja, vast een beetje horen op de achtergrond. Maar onze dikke Lightning Wyvern die wil ook graag op een wandeling. En ik kan helemaal niet eens meer zien. Oké, staat hij op follow? Hij staat op follow. Oh ja, yeah. Klim die berg maar. Oh, wauw. Oké, yeah, Uber. Kom maar. Oh yeah, ook daar. Hebben we de 26% imprinting te pakken. Oh yeah, wees er maar vrolijk mee. Dan moeten we nog heel even wachten. Dus, BRB. 3, 2, 1. Oh yeah, wat wil jij graag? Handfed comfort food wyvern milk. Oké, gaan we doen voor je, jongen. Gaan we doen. Boom, 26% erbij. Ik ga ze nog even weer nieuw voeren in hun inventory gooien. En dan zijn we er weer. Ik denk als ze volwassen zijn, want ik ga het niet meer volhouden om over 3 kwartier nog iets op te nemen. Want we kregen visite. Het is kerst, dames en heren. Daar moeten we een beetje van genieten. Dus, oh yeah. En het is gelukt, dames en heren. Ze zijn volwassen. Oh yeah. En ze zijn onwijs gaaf om te hebben. Oh wauw. Ik heb ook de 4e keer de imprinting kunnen doen. Ik heb het niet op kunnen nemen zoals ik al had gezegd. Huis vol visite, dat soort dingen. Bla bla bla. Dat kabaal hadden jullie niet willen horen. Geloof mij nog maar. Het was wel heel gezellig gelukkig.
Oh yeah! Laten we eens heel gewoon even spieken. Ik heb zelfs de tijd genomen om even terug te gaan in de video. En ik heb de statistieken van de Wyverns even opgeschreven voor de imprinting. We hebben gewoon 100% imprinting kunnen halen. Uber gaaf! En de statistieken van deze Fire Wyvern level 92, die waren... Hij begon met een HP van 5332 en hij heeft nu 6600. Holy, daar is gewoon 1300 HP bij gekomen. Zijn stamina is gelijk gebleven. De oxygen is gelijk gebleven. Zijn food was 4800 en is omhoog gegaan naar 5700. Waarom we dat zouden willen? Geen idee, maar het is wel heel ver omhoog gegaan. Zijn weight is van 406 omhoog gegaan naar 487. Is niet verkeerd, want ik vind vaak dat die Wyverns een weight gauw vol hebben. Dan hebben we de melee damage, die is omhoog gegaan van 152% naar 189%. En een movement speed van 100 naar 120. Holy crap! Wat is dat imprinting? Wat is dat toch verschrikkelijk veel waard? En eigenlijk is er heel weinig verschil tussen de dino's. Want hier hebben we de level 116. Die is omhoog gegaan van 3780 HP naar 4700 HP. Staan we naar oxygen? Weer hetzelfde, gelijk gebleven. De food is er bijna 1000 bijgekomen. De weight is er gewoon bijna 100 weight bijgekomen. En dat scheelt gewoon een heel stuk. Maar vooral het allerbelangrijkste. Zijn melee damage is omhoog gegaan. Van 194 naar 238,7%. Wow. Dat is al vrij indrukwekkend. En dan hebben we hier ons monster, ons beest. Onze nieuwe favoriete Wyvern. Die had een HP van 6100. Dat is omhoog gegaan naar 7500, dames en heren. Hij had al een stamina van 1240. Dat is super, super ideaal. Op een of andere manier is zijn food met 1300 omhoog gegaan. Zijn weight, dames en heren, die is daadwerkelijk met 100 omhoog gegaan. En dan, het allerdikste, het allervetste, het allergaafste, zijn melee damage is omhoog gegaan van 229,3 naar 281,1. Oh yeah. Wat is dit een Uber? Uber vette Wyvern. Ze hebben allemaal een movement speed van 120%. En het is dus echt waar bij die imprinting. De eerste keer kregen ze er niet zo heel veel statistieken bij. Maar hoe vaker of dat je die imprinting doet, hoe meer statistieken er omhoog gaan. En we hebben natuurlijk ook de imprinting bonus. Omdat ik hem op heb gevoed. Holy. Laten we eens even kijken of we iets, überhaupt iets, dood kunnen maken. Oh, ik kan niet zo heel goed mikken met die lightning... Beam, om eerlijk te zijn. Wauw, sprint ik al? Ik sprint nog niet eens. En kijk eens hoe snel of dat hij al is. Oh, wauw. Oh, wauw. En de namen van deze drie Wyverns, die laat ik aan jullie over. Ik wil het niet renemen naar mijn subscriber names. Ik wil mooie Wyvern names, mooie drakennamen. Referenties naar drakenfilms, Pokémon, draken, iets in die richting. Dat lijkt mij allemaal super, super gaaf. En ik laat dat aan jullie over verder. En daar kiezen wij dan weer de leukste namen uit. Oké, dat wil dus wel. We moeten iets verder omhoog mikken. Oh, wow. En hoeveel damage doet zijn bite? Hoeveel damage doet zijn bite? Overigens, ik zei nog dat Escort dood was. Maar het was niet alleen Escort die dood was. Echt niet alleen Escort. Oh, wow. Holy. Oh ja, kom erop. No one messes with me. Holy. Oh, boom, Tony Draken. Even toch maar 1 seconde aan te raken. Dood. Wolfje, paar bites. Oh, Wolfje zit achter mij, dan kan ik hem niet bijten. En met bijna 8k HP, dames en heren, dan hoeven wij ons niet zo druk meer te maken over hoe snel of dat wij doodgaan. En ik ga ervan uit dat hun damage hoog genoeg zal moeten zijn om een sandworm dood te kunnen maken. Oh yeah, sandworms, here we come. Oh yeah, als we deze nieuwe Wyverns meenemen. Want ik geloof zelfs dat die Fire Wyvern van level 92, dat die al meer damage doet dan onze originele Burner. Die al super vet was, waar ik heel veel plezier aan heb gehad. Maar ik denk niet dat die ooit nog gebruikt gaat worden. Morphatron misschien wel. Dat heeft alleen maar te maken met zijn snelheid. Maar die heeft zo low HP.
Blacklight heb ik net opgeleveld. Die heeft maar 2k HP. 2k HP! Wow, dit heeft gewoon 4. 4 keer zoveel! Dames en heren, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. En ik ben super, super nieuwsgierig naar wat voor namen of dat jullie meegekomen voor onze nieuwe Wyverns. Oh yeah! Super, super leuk! Ik heb een enorm gave aflevering gevonden. Ik ben erg, erg blij met het eindresultaat van onze nieuwe Wyvern Wyverns. Carno, come on, eat this. Ah, oh, weg. Alles weg. Alsof het niets is. Oh yeah. Ik ga dit nog even oplevelen. Ik zal wel eerst even onze Archies op moeten levelen. Dat is helaas niet anders. En daarna ga ik deze Wyvern Wyverns oplevelen. Hopelijk dat ik daar nog flink wat tijd voor heb. Oh, wauw. Zelfs die Paracaritarium die heeft niet in te brengen. Helemaal niks in te brengen. Paracaritarium is ook de beste manier om dat te levelen. Want zij geven een hele lading XP zonder dat ze een hele lading damage doen bij je. Oh, wat gaaf. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En zoals ik altijd zeg... Oh, wacht. Nee. Als je hem leuk hebt gevonden, vergeet niet het duimpje omhoog te geven. Die support die jullie mij al te geven, is het extreem veel waard. Extreem veel voor mij waard. En daar wil ik jullie ook super voor bedanken dat jullie dit altijd doen. En vergeet het dus deze aflevering ook niet. Duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven van wat of dat wij uit gaan vreten met deze Wyverns? Wat voor namen of dat ze gaan krijgen? Abonneer dan even op mijn kanaal. Oh yeah. Dames en heren, zoals ik altijd zeg, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Appetje ho.